Zo, de jee. Welkom allemaal bij aflevering 70 LSP of R bij Prio & Gaming. Vandaag gaan we weer een dagje mee met Terrence. En Terrence heeft weer een nieuw dienstvoertuig. Zullen we eens laten zien? De zwaailichten staan al aan bij één model. Het is de 2011, 12, whatever, Touran die MA Alsmeer heeft gemaakt in combinatie met Markt. Markt en MA Alsmeer. Ik zal de link trouwens van het voertuigje en de release hieronder even neerplempen. Voor de mensen die er interesse in hebben. Voor de rest, uiteraard heb ik een skin gehad van Markt hemzelf. Dus ik zal ook even Markt zijn linkje hieronder in de beschrijving zetten. Kun je even zijn kanaal checken. Die gast die maakt echt spot on skins. Het is echt niet normaal. De contourmarking, high detail. Het is echt een zieke klatser van een skin. Die erop zit. Daar ben ik heel blij mee. Verder is het voertuig voorzien van ELS. Dus ja, Stefan rijdt met ELS vandaag, jongens. Er zitten een paar fantastische grillflitsers in. De koplampen wegwachten lekker mee. De balk zit op het dak. Die knippert ook heel mooi achterin. Een kistje met wat pionnetjes en een bezempje. En ja, je komt niks tekort met dit voertuig. In ieder geval laten we daarop houden. De balk op het dak is voorzien van een stopbord en oranje. Er is wel één probleem. Als Stefan oranje aan wil zetten. Of in ieder geval, ik drukte toen straks op L. Dat wil zeggen dat volgens mij toen ging het oranje aan in ieder geval. En een stopbord. Maar ja, die kan ook onder elkaar zitten. Maar dat gebeurt er niks als ik die indruk. Ik zal het vast fout doen. Dat niet tezijde. Maar als ik op L druk, dan vraag ik medische assistentie aan via mijn mods die erin zit. Dus dat wil dus zeggen, op het moment dat ik oranje aanzet, dan rukt de brandweer en de ambulance uit om Stefan een handje te komen helpen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus we moeten even kijken of ik dat in de toekomst kan gaan oplossen. Maar voor nu kunnen we gewoon lekker gaan chasen. Ik krijg net in mijn oortje een melding binnen dat er verderop een collega assistentie nodig heeft. Dus we gaan even die kant op. En dan gaan we kijken of wat voor hem kunnen betekenen. Dus een assistentieverzoek. Het is wel een aardig stuk rijden. Het is best wel druk ook. Vandaar dat wij naar een ander districtje worden gestuurd. Kijk, daar rijdt een mooie Atego van Ziegler, VRU, TS Compact. We hebben even geen tijd voor om te bekijken, want we moeten door richting de collega. Dus trouwens, laat hieronder ook even weten wat jullie van het voertuig vinden. Of welke jullie mooi vinden. Die met de Vista-balk, dat is zeg maar die grote blauwe die laatst had. Of deze. Welke vinden jullie mooier? Dan ga ik natuurlijk met dat voertuig het meeste rijden. Dat is wel even belangrijk natuurlijk. Ik vind ze allebei cool. En ja, dus laat vooral weten wat jullie vinden. Want dan ga ik met dat voertuig rijden. Oh, volgens mij moet ik zo een truc uit gaan halen die niet is toegestaan. Dat is keren op de snelweg. Of niet. Och, ik moet bij het stadion helemaal rond zelfs. Nou, dit wordt wel heel gortig. We gaan even met toestemming die kant op. Even kijken, we moeten wel hier links aanhouden. We gaan volgens mij beneden langs, heb ik zo het idee. Nou ja, we doen dan zo heel lang voordat we er zijn. Hup. Oeh, dat scheelde niks. Nou, we blijven de linkerbaan hangen, zodat we auto's kunnen passeren. Maar ja, die auto's die rullen niet aan de kant soms. Dus die gaan naar links blijven plakken, dat geeft niet. Wij blijven ook links plakken. En die stoppen dan. Wat gaat hij doen? Nou, dan gaan we er langs. Kijk, collega's. Yo! Dan gaan we hier even naar rechts. Oh, stoeprandje. Kijk, dan gaan we die hier weer op. Zoals de navigatie. Dat is echt een rondje van de zaak, lijkt het wel. Maar we moeten CityGIS gewoon volgen. Dat kan af en toe een beetje raar doen. Het is op de snelweg. Vandaar dat we daarheen moeten. Dus het was dus wel logisch. Even kijken. We gaan deze volgen. Nu heb ik de versneller aangezet. Oh, nou, dat is dus de goede. Nou, in ieder geval even de sirene uit. En dan gaan we parkeren en dan kijken wat er gebeurt. Zo, die auto zit goed in de kreukels. Vandaar dat we hier moeten komen waarschijnlijk. Hé man, wat kan ik voor je doen vandaag? Oh, er zit een vrouw achterin.
Dat was kruk, ja. Ik heb de straatstenen eruit gereden, maat. Nou, mevrouw heeft een rood licht gereden, maar ze staat nog gesignaleerd. En er staat daar een dikke Bugatti Veyron. Die kan er natuurlijk niet blijven staan. Zullen we even wegtouwen voor de collega? Ja, even niet zo tof doen. Nou, in ieder geval laten we mevrouw even instappen. Stapt u maar in, mevrouw. Oh, hij zat er geen zin in, denk ik. Dit is een beetje hetzelfde probleem als die T5 had. Herkennen jullie dat? Dus als je die T5 die hier voor me staat hebt en je wil iemand in laten stappen, dan heb je ook dit soort geleuter. Dus ik weet niet waar dat aan ligt. Nou, in ieder geval, dat gaat wat sneller. Maar stap dan in, mevrouw. Kijk, ik weet niet of jullie weten waar dit aan ligt. Dit is misschien een fout die ik heb gemaakt. Maar kijk, die vrouw die moet gewoon even instappen. Misschien dat we een stukje verder rijden, dat ze dan wel in één keer in mijn wagen zit. Misschien als ik hem zo neerzet. Stap ze dan in. Wat gaat ze doen? Gaat ze dan weer tegen mijn auto aan bouncen? Ja, dit schiet niet op. Ik weet niet waar dit aan ligt. Ik ga denk ik ook even filmpjes van andere YouTubers kijken. Maar dit is... Ik zou bijna zeggen dat het misschien aan het voertuig ligt. Zoals het ook al met... Ik weet niet, is die T5 ook van MOA als meer team? Misschien dat ik een verkeerde file erin heb zitten. Dat het daarom niet goed werkt of zo. Ik weet het niet, maar het is niet normaal in ieder geval. Ze stapt gewoon niet in. Kijk, hier wel. Dus dan zal het misschien aan die linkerkant liggen. Ik weet het niet. We gaan het meemaken. Nou, in ieder geval, we gaan naar de dichtstbijzijnde gevangenis. Een hele opstopping hier. Even blauw nog aan. Dit is een reguliere weg. Nou, dan mogen we in ieder geval even een straatje draaien hier. Dan kan in ieder geval blauw uit. En dan houden we met de bocht mee. Volgens mij brengen we dan naar de gevangenis op het vliegveld. Oh, verdrijvingsvlak. Oh, dit is echt heel slecht, jongens. Maar soms is het even niet anders. Even kijken, hoor. Ik vind deze auto echt, echt, echt heel mooi. Zo jongens, echt even als je die skin binnenkort ook wil, check dan echt even het Facebook-kanaal van... Facebook-kanaal, hoor mij dan. Het YouTube-kanaal van Mark, die gasten maakt ook af en toe episodes. En dan kan je even zien hoe en wat. Hij zal waarschijnlijk ook uitleggen over hoe hij zijn skins doet en maakt. Of wellicht, of hij deelt hem daar met jullie met een download-linkje. Dat weet ik allemaal nog niet. Dat is natuurlijk allemaal aan hem, maar ik heb hem in ieder geval gehad. Ik ben er super blij mee en... Ik ga er wel voor zorgen dat jullie hem ook krijgen. Als jullie dat willen, laat het hieronder even weten. Dan gaan we zorgen dat deze skin ook bij jullie terechtkomt voor het model. Het model is natuurlijk altijd downloaden. Waarvan hieronder ook het linkje. En dan zou ik alleen zeggen, speel er lekker mee. Want het is echt een hele bizarre skin. Oh, als je gewoon nog even goed kijkt. Overal zit die contourmarking. Contourmarking wil zeggen dat is reflecterend spul. Zodat je als je auto ergens staat in het donker en men schijnt erop. Dat je in één keer zeg maar die strepen, die grijze vlakken die ziet, die lichten dan allemaal op. Hoe vet is dat? Dat is natuurlijk niet in het game, maar dit zit er wel op. Nou, we zijn bijna op de plaats van bestemming. Het is lekker druk met taxis. Nou, we houden wel weer even links. Dan gaan we zo parkeren bij de gevangenis. Of tenminste bij de gevangenis, bij de huis van bewaring stukje. Bij de gedeelte bureau van de Koninklijke Marische Zee en de politie. Dat wil zeggen de brigade zit daar en een stukje politie natuurlijk. Omdat Schiphol ook onder de Marische Zee valt. Maar we natuurlijk ook een uitvalsbasis hebben hier. Voor natuurlijk gelijk het gebied achter. Om dat allemaal te regelen en te doen. Dus dat werkt allemaal heel vlot. We gaan kijken, is Rico hier nog? Want als het goed is het een plekje hier. Als ik hier ergens ga staan, is het Rico. Rico, waar ben je? Maat. We kunnen Rico niet vinden. Dan gaan we in het parkeervlak staan, want we moeten wel even Rico hebben. Rico, waar ben je? Kijk, Rico. Hoi. Nou, we gaan Kate even aan Rico geven. Hé, hey, maat. Hij slaapt de motor, zie je dat?
Nou, in ieder geval, die missie is al voorbij. Dat hebben we weer goed gedaan. Nou, dan gaan wij weer in een rap tempo weg hier bij het vliegveld. Even kijken. Oh, dus, dit is kloten. Dit is kloten. Weet je wat we doen? We gaan niet spookrijden, maar wat we wel gaan doen is gewoon even cheaten over de stoep. Dan gaan we hierheen. Die auto voor mij, die heeft een marker op de map. Wat zou dat zijn? Hij slingert. Hij... Ja, die gaat eraan. Wat is dit nou weer? Oh, dat is een endmenu. Die hoef ik niet. Hij moet even stoppen. Hij gaat er gewoon vandoor. Oké. Nou, dan gaan we. We gaan er achteraan. We moesten even wat instellingen doen. Hij stopt niet. Nou, dit is geen cancel traffic stop hoor, maat. Dit is een achtervolging. Op hoge snelheid op de ringweg Schiphol. Het gaat alle spuigaten uit, maar we gaan het pakken. Er is niemand in de buurt hier. Wel, te gevaarlijk. Oh ja, nou, wij worden zoals altijd weer in de weg gezeten door de collega's die het belangrijker vinden om mij het leven zuur te maken dan een verdachte te pakken. Maar ja, dat zijn we gewend. Vandaar ook maar twee auto's. Wel de fantastische 2016 Touran. Kijken of ze hem te pakken krijgen. We blijven hier gewoon een rondje racen. Het lijkt wel een... Oh, er komt er nog een. Het lijkt wel NASCAR dit. Maar gaan we hem pakken, die Range Rover. We gaan hem pakken. Kijk, de collega's schakelen zichzelf uit. Tjonge, jonge. Nou, kijk, het levert wel mooie beelden op, al zeg ik het zelf. Het is af en toe net bowlen, alleen dan met auto's. Of botsen auto's van de kermis, je kunt het ook zien, want ze naaien er echt over. Hier, oh, die gaat vol op elkaar. Oh, daar komt die weer. Zo dan, ik moet echt alle zeilen bijzetten om ze enigszins te ontwijken. Zo, de knetter. Nou inderdaad, ga jij maar daar staan, heb ik er even geen last meer van. Nou, we blijven in ieder geval rijden. We blijven maar rondjes gaan. Dat is niet normaal dit, hè. Elk rondje is anders, zullen we maar zeggen. Kijk dan, die wielen steken uit. Ik ga toch nergens over, man. Nou, hoe gaan we deze tot stoppen dwingen? Dat is, ik zeg het en het gebeurt bijna. Rijmklem. Oh jongens. Die gasten die zijn... Ja, het is net alsof je met een team vol met halve randenbielen aan het racen bent. Gewoon je auto ervoor zetten, werkt dat? Nee. Nou, waarschijnlijk word ik weer vol aangehouden. Oh, dat valt mee. Oh, ik ram tegen de boom. Maar wat ben ik een pannenkoek. Wat ben ik pannenkoek. Als ik hem vol kunnen tikken. Vol kunnen tikken. Hier. Werkt dat? Oh, ik denk ik zet hem ervoor. Vergeet het maar. Voertuig, pak nou de taxibaan. Wat een vent. Wat een vent. Hij denkt dat we hem niet te pakken krijgen. Waar zijn die gewapende collega's eigenlijk? Die zijn ook in één keer... Pias. Hij pakt in één keer een andere route. Dat is op zich wel gunstig. Weg bij het vliegveld. Weg bij de drukte. Maar wel... daar heb ik nu geen tijd voor. Om te statussen. Nou... Zo de jee. Dat gaat eruit. Please, staan blijven. Staan blijven of wat wordt gebruikt. Taser. Ben aangehouden. Op de grond liggen. Geen gekke dingen of je wordt weer getaserd. Nou, kunnen we hem nog aanhouden of niet? Oké, want hij bent aangehouden, niet antwoorden verplicht. Gaan we nu even statussen.
We zijn al in orde. Mevrouw. Gaat alles goed met u? Gelukkig. Mijn auto die staat daar nog te loeien en te doen. Maar die gaan zo eerst eens uitzetten. Oh ja, het befaamde klimpie. Nou, dan gaan we even richting de auto, even die herrie uitzetten. Wat? Oeh, hij zet nu de deuren. Kijk, dat ging er dus de vorige keer mis. Kijk, dat gaat een stuk beter. Dan lag het dus waarschijnlijk niet aan de auto, maar aan mijn game. Dus dan, ik zie het wel eigenlijk. Misschien dat ik alsnog als fout heb gedaan. Ik hoor nog steeds graag jullie advies over dit voertuig. Nou, dan gaan we in ieder geval even terug richting het bureau, want het is dichtstbijzijnde gevangenis. En dan gaan we weer onze weg vervolgen zo. Nou, we hebben last van zondagsrijden, zie ik. Wat een feest. Wat een feest. Ik denk niet dat we rechtdoor mogen, of wel? Ja, dat mogen wij wel. Haha, dat gaan we ook doen. Kunnen we draaien. Er staat een politieauto hier. Kunnen we draaien even hierheen. En dan gaan we zo. 1, 2. Parkeren we hem even hier. Nou, Rico komt hem halen. Rico. Hey. Hey, ik heb een idee, hè. Ja, dat kunnen jullie pas antwoord geven als deze episode natuurlijk online staat. Maar als ik zal zo eens mijn camera draaien. Ja, ja. Als LSPD voor RWS niet vastloopt. Kijk eens wat er staat. Ja. Ja. Weet je wat dat betekent? Zal ik je eens even uitleggen? Dat betekent dat ik straks waarschijnlijk weer van die gasten weg kan brengen. Dus dan gaan we gewoon de volgende arrestant ook hier naartoe brengen. En dan gaan we, als we er drie hebben, gaan wij eens richting die gevangenis. Wat dachten jullie daarvan? Ik heb daar wel trek in op zich. Zullen we dat gewoon eens doen? Gaan we doen. Nou ja, weer even een trucje, hè? Over de stoep. We gaan natuurlijk niet spookrijden. Dan gaan we snel even bij Schiphol weg. Althans, we hoeven niet heel ver weg. Maar Schiphol is natuurlijk het gebied van de Koninklijke Marische Zee. Dat we net die auto tegenkwamen. Dat is natuurlijk gewoon geheel geluk. En een vermoeden van de beschonken bestuurder. We hebben er net gewoon niet laten blazen. Dat is slecht eigenlijk, hè? Slecht, man. Nou ja, in ieder geval, ze is aangehouden. Dan doen we zeven vast op het bureau moeten blazen. Ik heb het wel aangehouden. Dat is echt wel slecht voor mij, jongens. Dat is een minpunt, hoor. Vind ik zelf. Nou, anyhow, we gaan er hier af. Kijk, waar gaan we heen? We gaan hierheen. We gaan hierheen. We gaan rijden. Vol gas. Richting de stad. En dan gaan we daar even een meldingje pakken. En dan hopen we natuurlijk op die derde arrestant. Want daar zitten we op te wachten. Hè? Even kijken. We gaan rechtdoor. De taxi doet een beetje raar naar de Halemin, toch? Gegroet. Even kijken. Dikke Mercedes taxis trouwens. Okay. Nou, in ieder geval, we gaan verderop naar de welfare check. Dat wil zeggen dat er dus een persoon misschien iets mis mee is. Ik heb geen prioriteit gehoord, maar we maken gewoon gebruik van onze vrijstelling even met blauw aan. Kan eigenlijk ook zijn dat er iemand op de grond ligt, dat hij zijn been gebroken heeft, of dat hij iets niet goed kan doen. Dus daar moeten we redelijk op tijd bij zijn. Nou, het zou hier links zijn. Even rustig rijden, want krijgen we voorrang. Voetgangers hebben over het algemeen wel een beetje schijt aan. Nou, we zetten in ieder geval even de blauw uit. Gaan we kijken. Nou, we hebben nog geen breekijzer of bonkding mee, maar er staat daar wel iemand. Hallo, gaat het goed met u? Politie. Kan ik met hem praten? Hi. Je broer vroeg of we bij je konden kijken. Gaat alles goed met je? Wat? Politie achteruit. Of taser wordt gebruikt. Heb ik geen taser? Hé, waarom gebeurt er niks?
Achteruit of ik gebruik de taser. Nou, ik ben aangehouden. Op de grond liggen. Je bent aangehouden voor het slaan van een politieagent. We hebben dus toch onze aanhouding. En het vinden jullie van mijn petje. Waarom doe je dat nou, man? Ik kom alleen maar kijken bij of alles goed met je gaat. Heb je mij van je legitimatiebewijs? Welke zak zit die? Nou, eens even kijken. Je bent helemaal schoon, man. Wat is nou het probleem? Dan ga je met mij mee. Kom maar. Wat een vent. Weet je mij bonken geven? Nou jongens, dan gaan we nu richting het bureau en dan gaan we testen of die prisonbus, of die nou eindelijk een keer kunnen doen. Dat zou wel een klapper zijn voor de 7e episode. Vind ik. Dus gaan we even nu de route zetten. De andere gevangenis is dichterbij. Maar dat doen wij niet aan. Wij gaan gewoon lekker naar deze. We gaan even een straatje draaien. We nemen hem mee. Ja, we zijn een achtervolging van een tanker. Kunnen we niks meer. Zullen wij eens even kijken hoe de first person view is in deze waggie? Nou, dat is niet verkeerd. Werken de spiegels? Er zit wel weer kaatsing in. Gek hoor. Moet je mee kijken. Nou. Niet ontevreden, het ziet er weer strak uit. Volkswagen Markt, Los Santos. Ja, ik sluik reclame op mijn kanaal, hè? Dat ken je niet. 1099, officer in trouble. Die gaat gewoon in rood. Maar ja, ik heb iemand achterin, dus dat gaat niet. Maar die gaan we even zijn kentekentje opzoeken. Nou ja, die negeren we maar even, want daar kunnen we gewoon niks mee. Er staan de collega's, die gaan er vast wel achteraan. We hebben groen. Gassen. Hallo. Kijk. Eens even kijken, nu doet hij normaal, hè? Zie je dat? Hij heeft het door. Nou, dan gaan we in ieder geval even. Ik rijd niet zo heel netjes hoor, maar er waren nogal wat. Trouwens, er zijn best wel veel mensen, althans, die klagen dat ik te netjes rij of dat ik overal voor het rode licht stop. Laat hieronder even weten wat jullie daarvan vinden. Moet Stefan voor het rode licht stop en ze gaan de verkeersregels houden? Of moet Stefan, net als bijna alle andere YouTubers, gewoon rondrijden als een losgeslagen flappetapper en gewoon maar een beetje wat doen? Ik zelf ben heel erg voor netjes aan de regels houden en andere dingen, want het is gewoon een stukje realisme. Ik bedoel, je rijdt nooit overal door rood. Je moet niet overal maar knijterhard rijden en inhalen, want dat gebeurt niet. Weet je wel, dat leer je ook niet als je rijbewijs gaat halen. Dat bestaat niet. Dus laat hieronder even weten wat jullie daarvan vinden. Ik zelf ben voor gewoon netjes aan de regels houden. Dus als er niet een overweldigende hoeveelheid plusjes is voor een opmerking met mensen die vinden dat ik er maar gewoon op los moet racen alsof het een rally is. En gewoon overal lak aan moet hebben, zal ik gewoon zo blijven doen. Maar het is de kijker beslist, dus laat het weten. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat jullie dezelfde mening hebben als ik. Maar als jullie die massaal niet hebben, dan zal ik mijn spelgedrag daarop aanpassen. Dus laat het vooral even weten. Gaan we deze inleveren bij Rico. En dan gaan we daarna gaan we die bus in. Kijken of dat nog werkt. Hier. Kom maar, Rico. Rico. Nou. Ze stappen in. Wachten tot we terug switchen. Dan gaan we uitstappen. Check hem. Daar gaat hij. Oké, dit wordt het moment van de waarheid. Als wij in dit zure ding stappen, wat gebeurt er? Zitten ze dan alle drie in dat ding zo? Zeker, het beeld verandert. Of niet? Zitten ze er? Drive the prisoners to stay. Er is niemand, maar we kunnen er wel heen. Er zit niemand in, maar we gaan wel zien wat er gebeurt. Ik zou zeggen, dit is 5 mijl, dat is te gek. Dus ik ga er even heen rijden. Dat hoeven jullie niet te zien. En dan zijn we daar zo, ja. Nou, we zijn bijna bij de gevangenis. Ik ben benieuwd, jongens. Wat staat ons hier te wachten? Ik ben erg benieuwd. Zo, nou, hij stuurt wel heel fruitig hier in het bochtje. Wat gaat hier gebeuren? Gaat het hek voor ons open of niet?
Hey, we zijn er. Was dat het? Ga je me vertellen dat dit het was? Ja, hoor. Nou, dat is wel heel erg van de koude kermis thuiskomen. Nou, dan brengen we het ding maar weer terug, denk ik. Nou, maar dat was wel een aflevering 70 LSP of R bij Prio in Gaming. Vond je dit een leuk filmpje? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet ook niet even het linkje hieronder te checken voor het voertuig, voor het kanaal van Mark. Volg mij op de social media, Prio in Gaming. Je vindt mij op Facebook, Instagram. Check mijn website www.prio1gaming.nl. Ik dank jullie voor het kijken. En morgen weer een nieuwe video. Tot ziens.